En de ambassadeur van Suriname in Ghana, Natasha Halfhuid, heeft de vorige week samen met nog vier andere ambassadeurs haar geloofsbrieven aangeboden aan de president van Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Hiermee zal zij als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname haar taak officieel aanvangen. Tijdens het onderhoud is niet alleen gesproken over de culturele en historische banden tussen beide landen, maar ook over de uitbreiding van de samenwerking op economisch gebied. Ambassadeur Halfhuid zal zich in haar nieuwe functie inzetten voor de verdere verdieping van de relatie tussen Ghana en Suriname. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut.